Nee, maar wat je zegt is zo waar, Willem. Want juist als zogenaamde complotdenker, zou ik maar zeggen, proberen ze je natuurlijk neer te halen op alles wat ze tegen je kunnen inzetten. Weet je wel? Ook als je heel... Af en toe heb ik wel eens ironie gebruikt, bijvoorbeeld. Hè? Ik heb ooit een keer geschreven een artikel van... toen was er een nieuwsbericht dat Rusland... die had dan straaljagers naar Ierland gestuurd... om daar, weet ik veel wat, verkenningsmissies uit te voeren. En toen had ik zo geinig gezegd van... ja, Poetin is mij op het spoor... en die wil mij nu uitschakelen, weet je? Toen gingen ze dus serieus gingen ze dus zeggen... kijk, Micha is gek geworden... want die denkt dat Poetin hem wil uitschakelen, weet je wel? Dan gingen ze dat serieus tegen mij gebruiken... om mijn geloofwaardigheid te ondermijnen, snap je? Dus zo zoeken ze elk klein, minuscuul wapentje. Ja, dat heb ik al gemerkt.